Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Ja, dat vindt hij mooi. Die neem ik gelijk mee ook. Ja, dat vindt hij mooi, dit. Hoe je kinderen boeit met voorlezen, dat... Het is niet om op te scheppen, maar ik mocht altijd op mijn eigen lagere school al voorlezen in de klas. Ik heb het kennelijk wel in me gehad altijd. En wat betekent het voorlezen voor u? Dat je mensen enthousiast maakt, dat de ouders voor gaan lezen, dat ze naar de bibliotheek gaan, de kinderen er plezier in krijgen, dat heeft zijn weerslag op jou. Vindt u dan soms een boek ook heel stom om voor te lezen? Ja, ja. Ja, er zijn bepaalde boeken. Dat krijg ik ook haast niet aan mijn mond dan. Zo'n kabouter plop of zo. Dat wilden ze altijd zo verschrikkelijk graag voorgelezen. Vreselijk. Dit lijkt me, dat zie ik nou ineens liggen, maar dat lijkt me ook leuk voor hem. Hallo, Leon. Daar zijn we weer. Yeah. Hoi, jongen. Ik kijk er elke week op uit voordat Frans komt. Zeg, moet je eens luisteren. Ik ben net naar de Biep al geweest. Yeah. En ik heb hier wat boeken meegenomen. Ik kreeg een heel mooi nieuw boek. Dat is helemaal vers. Dat heeft nog niemand gelezen in de Biep. En dat gaat ook weer over allerlei dieren. Kijk maar, kan jij dit lezen, wat hier staat? Ik ben niet bang. Heel goed. Het vermoeden was dyslexie. Uiteindelijk bleek dat niet helemaal zo te wezen. Toen zijn we verder gaan kijken en bleek er dus inderdaad problemen gewoon met lezen. Ja, ik durf het echt te zeggen. Het gaat echt hartstikke goed met Leon. Dus het is echt een geweldig ding dat we Frans in ons leven erbij hebben. Hou jij persoonlijk van lezen? Nou, ik moet daarin eerlijk zeggen dat ik niet een goed voorbeeld ben. Maar inmiddels heeft zelfs ook Frans mij aan het lezen gekregen. Laten we met de Juffische Big lezen. Juffische Big? Oké. Okay. Ja. Okay. Zal ik beginnen? Begin jij maar. Dat lijkt me heel goed. Op een dag was juf een big. Ta. Tja. Tja. Het ging heel snel. Het ging zo. 3, 2, 1, poef. Dat gaf heus niet. Zo. Maar het was wel raar. Zo. Wat vond je eerst van lezen? Ja, toen vond ik het echt super stom. Maar nu vind ik het echt leuk. Want waarom vond je het stom? Je hebt een AVI-ladder op school en daar kan je er steeds omhoog voor hoger te lezen. En ik stond helemaal onderaan. En wat ik dus eigenlijk niet leuk vond. Ja. Maar nu gaat het heel goed. Ja. Want wat vind je heel erg leuk om te lezen? Nou, ik vind het heel leuk dat ik dan op school dan een spannend boek heb. En dan zit ik er zo helemaal in. Maar dan moet je opeens weer aan je werk. Dus ik dan door wil lezen. Wat is dit nou? Ik heb voor jou een taart voordat je me voor Nito al goed laten lezen heb. Ah joh, dankjewel. Hier gaan we een soldaat maken. Grote? Ja, zo is het groot. Het mooie werk wat jullie doen met z'n tweeën, toch? Nou, ja. Ja hoor. Smaakt het? Heerlijk. Heerlijk. Nee, ik heb hem al op. Zo, de tempo. Goed hoor.